De Bredase Vredesprijs is dit jaar op de Internationale Dag van de Vrede door loco-burgemeester Alfred Arbouw uitgereikt aan het echtpaar Henny en Kees de Wit uit Breda. Het echtpaar de Wit zet zich al 8 jaar lang actief in als hulpverleners voor getraumatiseerde kinderen in India. Zij hebben de prijs niet zien aankomen. Ja. We zijn totaal verrast. We waren vandaag bezig met oppassen bij onze kleinkinderen. En onze zoon die belde een paar keer in de loop van de dag op dat er dingen in de loop van de dag veranderd waren. Afweken van het normale ritme. Maar we hadden niks in de gaten. Totdat we dus zeiden, nu kom ik je ophalen en nu gaan we naar een belangrijke bijeenkomst. En toen we hier op het terrein opreden, toen zagen we de bordjes Vredesprijs staan. Dus toen dachten we, ja, dat zal dan wel... Daar zullen we wel voor uitgenodigd zijn. Ja. Wij zijn allebei psycholoog van beroep. Wat we in India doen is dat we getraumatiseerde kinderen, daar hebben we een hulpverleningscentrum voor in het leven geroepen. Met verschillende locaties op gewone scholen. Waar kinderen een counselor kunnen ontmoeten om over hun moeilijke leefomstandigheden te praten. En daarnaast bouwen we nu een school voor speciaal onderwijs voor de gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen. En zoals je waarschijnlijk weet, dat zijn de verschoppelingen van India. Die zitten eigenlijk, als er niet iemand komt om hulp voor die kinderen te geven, dan zitten ze thuis gewoon in de hoek en dan wordt er niets met ze gedaan. En dat is voor ons bijzonder dat we daar aan mogen bijdragen. Ik vind het wel bijzonder, dat jullie zijn toch ook al een beetje op een leeftijd, dat jullie zo die reizen naar India nog goed doorstaan en zich zo actief kunnen inzetten. Het is best, het kost wat energie. We gaan nu voor de tweede keer dit jaar, nu over 3 weken gaan we, met 2 fysiotherapeuten uit Breda, die daar ook willen proberen een bijdrage te leveren, hulp te verlenen. En dat kost wel wat energie, maar het geeft je zoveel terug. Als we iets kunnen betekenen voor de kinderen en de ouders daar, dat we dat graag doen. Zij doen dat dan in India, maar zijn in Nederland heel erg actief om geld bij elkaar te brengen om dat werk in India mogelijk te maken. En zij doen dat ook met hun eigen financiële inbreng door naar India te reizen op hun eigen kosten en daar bijscholing te gaan geven. En ja, dan moet je gewoon zeggen van... Deze mensen zijn daar zo voor gemotiveerd om andere mensen in een zwakke positie, want het gaat om een hele speciale doelgroep, hè? Kasteloze, gehandicapte kinderen. Nou, waarvan zij dan zeggen van nou, dan gaan wij, nu we gepensioneerd zijn, gaan we daar 100% voor om daar voor aan de slag te gaan. En dat vind ik groot, echt heel mooi. Het begrip vrede, hè, van de Vredesprijs, krijgt dan een wat ruimere betekenis, neem ik aan, in dit geval. Ja, vrede wordt natuurlijk vaak in verband gebracht met geweldloosheid. Dat is het natuurlijk ook, maar daaraan vooraf gaat vrijheid, menslievendheid, het goed met elkaar kunnen vinden, het met elkaar door één deur kunnen gaan. Ondanks de verschillen die er natuurlijk altijd zijn tussen rijk en arm, wit en zwart. En dan moet je gewoon zeggen van... De prijs is eigenlijk bedoeld voor die mensen die eigenlijk gaan voor een betere wereld. En dat is ook weer zo'n cliché, maar je begrijpt wat we ermee bedoelen.